Burgemeesters delen onderscheidingen uit tijdens lintjesregen. Raad van State wil plan voor railterminal verder uitgewerkt zien. En Down the Rabbit Hole trekt actie weer in na felle kritiek. Op de laatste werkdag voor Koningsdag is het tijd voor de traditionele lintjesregen. De lintjes worden uitgedeeld aan met name vrijwilligers die zich inzetten voor andere mensen of organisaties. Een kleine 300 mensen kregen vanochtend zo'n koninklijke onderscheiding, waaronder 5 mannen in Druten. Met een smoes werden de 5 inwoners uit Druten naar theater De Bogert gebracht. Daar stond de burgemeester hen met een orkest en rode loper op te wachten. Het is de dag in het jaar dat wij mensen eren die altijd voor anderen klaarstaan. De burgemeester riep één voor één de 5 bijzondere Drutenaren naar voren. Ze vertelde bij iedereen een persoonlijk verhaal. En daarna was het tijd voor de onderscheiding met een bosje bloemen voor de partner. Voor de burgemeester was dit een extra bijzondere uitreiking, gezien het voor haar de eerste keer was in haar carrière. Dat was fantastisch. Het is heel mooi om te zien dat deze mensen een lintje krijgen vanwege de verdiensten die ze hebben gehad voor de gemeenschap. Voor de vele verenigingen hier in de gemeente. Hoe was het om vanmorgen hier naartoe te komen? Ja, onverwacht was het iets anders dan wat ik eigenlijk dacht dat het zou gebeuren. Ja, wat werd er tegen u gezegd? Ik zou hier zijn vanwege de gymclub en dan zouden we met Niels iets het een en ander bespreken voor de gym. Maar had u niet iets door? Nou, toen mijn dochter kwam en zei dat ik een ander pakken moest trekken. En toen kregen we al een beetje vermoeden. Ja, ik denk dat is ook wel. Voor partners kan het soms nog best lastig zijn om het lintje geheim te houden. Het was echt een hele lastige maand voor mij. Ja, ik ben niet van de geheimen, maar ja, het moest. Wat betekent het speltje voor u? Heel veel. Heel veel, hoor. Ik word altijd een beetje geëmotioneerd over dergelijke dingen, dus daar kan ik ook niks aan doen. Belangrijk voor de lintjesdragers, het dragen van een koninklijke onderscheiding mag alleen nog bij officiële gelegenheden, als dit in de uitnodiging is vermeld. In Horssen wordt goed gebruik gemaakt van het Food for Freedom project. Dit project is opgestart om de voedselketen te verkleinen. Lokale groenten en fruit worden geleverd bij een ophaalhub, zodat bewoners daar hun eten uit eigen omgeving kunnen kopen. Local to Local is een korte keten voedseldistributiebedrijf. Wij verbinden eigenlijk de boer aan klanten en proberen daarmee de hoeveelheid lokaal geproduceerde groenten in Nederland te houden. Hier nieuw in Horssen is dat wij een product hebben opgezet direct aan de consumenten. Je kan je als Food Hero aanmelden, als een hub. Dan beleveren wij de hub met groentes, lokaal gesourced. En vervolgens is het aan de Food Hero om de distributie te regelen aan klanten uit de buurt. Local to Local is een landelijke organisatie voor verbinding van lokaal geproduceerde voedsel met de consument om zo het voedsel in Nederland te houden. Ja, het slaat zeker aan. Langzaamaan groeit ons klantenbestand. En daarom hebben wij nu onze eigen hub gekregen. Dat betekent dat wij een website hebben waar je een abonnement kan nemen. En ook kan pauzeren als je met vakantie gaat. Dus het begint echt body te krijgen. Heel erg leuk. Ja, op vrijdag laat ik altijd weten wat op dinsdag geleverd gaat worden. Het is natuurlijk elke week een beetje puzzelen wat je ervan gaat maken. Maar het past eigenlijk best wel goed in ons eetschema. Het heet eigenlijk Operation Food Freedom, Land van Maas en Waal. Maar de hub hier is Horssen. En ze komen echt vanaf beneden Leeuwen tot aan Nijmegen. We hebben vandaag in ons assortiment aardappelen en rode ui. Dan hebben we peren en appelen. Waarvan dus de helft van de appelen nog uit Flevoland komen. Maar de andere al hier uit Gelderland. Elst, heb ik begrepen. En dan hebben we wortelen, gele penen zijn dat, en volgrondse bieten, van die mooie witte met de rood gestreepte. En dan hebben we tomaatjes en komkommers en courgettes en altijd 10 poldereitjes.
Een beetje de ondersteuning van lokale boeren, natuurlijk. Maar ook out of your comfort zone. Je krijgt iedere week je pakket. En dan moet je wel koken met wat je krijgt. Financieel aantrekkelijk. Het is rechtstreeks van de boer, dus je bespaart een hoop ketens. Ik weet niet of het echt gezonder is, maar je hebt wel het gevoel dat je iets goed doet. In ieder geval ook voor de natuur, maar ook voor het eten. Maar het was allemaal super lekker. Hele goede kwaliteit. En ja, wij waren heel tevreden. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Nicole uit Nijmegen is een sportschool begonnen. Niets geks, zou je zeggen, totdat je hoort waar deze gevestigd is. Zometeen meer. De Raad van State heeft de provincie Gelderland een half jaar de tijd gegeven om fouten in de plannen voor de railterminal bij buurtschap Reet aan te passen. Maar het plan is niet afgeschoten. Wel moeten er een aantal zaken beter worden onderbouwd of worden aangepast. Zo moet er een maximum komen op het aantal vrachtwagens dat per dag van en naar de railterminal rijdt. En moet de provincie in de regels opnemen dat er duurzamere locomotieven worden gebruikt. Zo moet er minder stikstof de lucht ingaan. Festival Down the Rabbit Hole is per direct gestopt met de verkoop van de Rabbit Royal Upgrade, een luxe en duurdere versie van de bestaande festivaltickets. Bezoekers waren niet te spreken over de kaartjes. De organisatie geeft nu toe dat ze de plank heeft misgeslagen. Het festival kondigde het pakket van €350 twee dagen geleden aan. Voor dat bedrag bovenop de normale ticketprijs zouden bezoekers van het festival onder meer toegang krijgen tot eigen toiletten en gebruik kunnen maken van een lounge en panoramadek. En de gemeente Druten heeft 7 ton beschikbaar gesteld voor renovatie van dorpshuis De Lier in Puiflijk. Volgens het college van BMW kan De Lier met deze investering zodanig worden opgeknapt dat het nog zeker tot 2030 op een deugdelijke manier kan functioneren. Het gaat vooral om noodzakelijke aanpassingen in verband met veiligheid en bouwtechnische kwaliteit. Ook worden enkele aanpassingen en wensen van gebruikers meegenomen, zo meldt het college woensdag in een persbericht. Het is niet een plek waar je een sportcomplex verwacht, maar de Nijmeegse sportschool Vrijheid is gevestigd in een oude synagoge. Het pand stond 5,5 jaar leeg toen Nicole besloot om daar een sportschool in te beginnen. Nicole had hiervoor al een sportschool, maar ze heeft goede redenen om in de synagoge een nieuwe te starten. Eigenlijk hier best wel dichtbij in de buurt weg moest uit de sportschool. En toen wilde ik eigenlijk dat helemaal stoppen. En toen zag ik deze prachtige plek en toen dacht ik, ja, dit is wel een unieke plek om een sportschool te beginnen. En het stond 5,5 jaar leeg, dus ik heb met de eigenaar contact gehad en we hebben gekeken of het werkt. En ja, het voor mij betreft werkt het, dus mensen zijn ook enthousiast. Dus je krijgt gewoon een unieke ruimte waar je in kan lesgeven, ja. De sportschool is sinds begin dit jaar geopend. Er is al een hoop gebeurd, maar er komt nog meer. Beneden wil ik nog douches, mooie chique kleedkamers. We hebben nu EMS, dat is elektrosimulatie om jezelf te trainen. Daar komt een aparte ruimte voor. Dus er worden nog wat dingen verschoven binnen het pand, hoe we het gaan doen. Waarschijnlijk de eerste 2 verdiepingen worden de plafonds iets hoger. Dus dat soort kleine, het is niet giga, maar ja, en ik wil de horeca misschien naar voren zetten. Dus, maar dat zal allemaal in de loop van de... Het ligt ook een beetje aan hoe het zich verloopt. Hè. Je start hier, wat willen de mensen? Maar die basisdingen die wil ik nog wel erin maken. Dat moet sowieso gebeuren. Nicole zelf is tevreden over wat ze tot nu toe heeft neergezet. En ook haar klanten zijn positief. Ja, ik ben blij dat ze snappen wat voor concept ik hier wil. Want ik was heel erg bang als ik hier zou starten dat de mensen niet zouden begrijpen wat wij willen, zeg maar. En ja... De naam is niet voor niks Vrijheid. Het is natuurlijk ook omdat het een synagoge is. Dus we wilden wel iets toepasselijke naam. Maar ook de vrijheid dat je binnen een sportschool kan trainen wat je wil. Of je nou yoga, of je nou groepsles, of je nou fitness, of je personal training wil, EMS. We hebben het onder één dak. Bij deze sportschool proberen ze heel bewust mensen uit hun comfortzone te halen. Vaak door te motiveren of door iets op Instagram te plaatsen, ze uit te dagen. Of ja, we hebben best wel persoonlijk contact met de mensen. Dus ook soms
ga ik wel naar iemand toe, zeg ik, goh, weet je, gaat hartstikke goed, maar misschien moet je iets meer. Zullen we die les erbij pakken of wil je nog extra training daar beneden? Dus we hebben best wel veel contact met de mensen, waardoor je dat best wel kan sturen. Dat willen ze ook, vinden ze ook fijn, omdat dat eigenlijk een beetje ontbreekt bij andere clubs. Dit weekend staat er in Wijchen een circus. Opvallend bij dit circus, er zijn geen dieren. In 2015 heeft de Rijksoverheid het gebruik van wilde dieren in circussen verboden. Maar Circus Bolalu besloot helemaal te stoppen met dieren en heeft daar andere alternatieven voor. Er wordt al druk geoefend voor aankomend weekend. Het is natuurlijk spanning en sensatie in een 1,5 uur durend circusprogramma met clowns en acrobaten. De afgelopen jaren is het circus veel veranderd, mede doordat wilde dieren niet meer zijn toegestaan. Ja, je blijft natuurlijk meegaan met de tijd. Het circus blijft veranderen, net als alle andere dingen ook blijven veranderen. Wij hebben dit jaar het eerste jaar een circus zonder dieren, dus voor ons is dit jaar wel een enorme verandering. Ja, over die dieren. Sinds 2015 zijn er geen wilde dieren meer bij circussen. Wat zijn daarvoor de alternatieven? Wat zijn daarvoor de alternatieven? Dat is een hele goede vraag, want je wil natuurlijk kijken wat de mensen leuk vinden. Maar de dieren is, ja, dat kun je gewoon niet vervangen. Ondanks de veranderingen weten mensen de weg naar het circus nog altijd te vinden. Ja, het is verschillend natuurlijk op welke locatie je terechtkomt, maar in de meeste locaties mogen wij niet klagen. Deze acrobaat heeft er in ieder geval veel zin in. I do an aerial net performance, so it's a big white net that I hang from and do some tricks and little bits of contortion. Wat ik zelf vind om bij het circus te werken, nou, het is mijn circus, ik run het, zeg maar, samen met mijn partner. En ja, het is gewoon een passie. I love it. I love that it's different every year. Different people, different countries, different cultures. It's constantly interesting to me, you know. And the whole concept of bringing a show to town and entertaining people, I love it. Het circus in Wijchen is te bewonderen van vrijdag 28 april tot en met zondag 30 april. Kaarten zijn te koop op circus-bolalu.nl. NEC speelde gistermiddag het restant uit van de gestaakte wedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen. Inzet voor de Nijmegenaren was plek 8 als er gewonnen werd. Maar het was een lastige wedstrijd met van beide kanten veel fouten. Toch wist NEC te winnen door een penalty. Dat het moeizaam ging, zag ook trainer Rogier Meijer. Nee, het ging niet makkelijk, nee, maar dat had ik ook niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. In deze ambiance, maar ook op deze fase van de competitie, ja, dan gaat het niet altijd even makkelijk. En wat ik gisteren ook al zei, ja, dan gaat het gewoon omdat je wedstrijden wint. Het was vooral een slordige wedstrijd. Hoe probeerde je dat dan toch nog om te zetten? Ja, ik denk dat het onrustig was van beide kanten. Beide kanten best wel veel druk gezet. En dat dwong we ook fouten. Maar ja, we maakten zelf ook fouten. Ja, de rust hebben we wel aangegeven, ja, we moeten wel proberen te voetballen in de momenten dat het kan. En dan kunnen we hun misschien ook pijn doen daarna. Maar goed, ik denk dat het de tweede helft wel beter was. We kwamen een aantal keren wel goed door. Alleen ja, dan valt hij net niet goed. En dan is het des te lekkerder dat op het einde dat hij wel goed valt. En dat je dan een penalty en een rode kaart krijgt. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Na weer een prima dag zonder buien in de regio gaan we een koude koningsnacht in. Het gaat vannacht zo'n 2 graden vriezen, dus er wordt streng geadviseerd om je warm aan te kleden als je vanavond naar buiten gaat. Morgen op Koningsdag wordt het eveneens een aardige dag. De temperatuur loopt op naar een acceptabele 15 graden en het zal overdag voornamelijk droog blijven onder het genot van de oranje zon. Pas in de late avond of nacht krijgen we met een regengebied te maken. De vrijdag houden we het eveneens niet helemaal droog. Eerst trekt het regengebied uit de nacht nog langzaam weg. En daarna houden we nog te maken met enkele buien. Zaterdag wordt het beter en is het op een enkele bui na droog. De temperatuur stijgt door naar 17 graden overdag. En met een graad of 8 zijn we 's nachts ook ruimschoots van de nachtvorst af.
Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar B&B in Gelderland. En wij zijn er morgen weer met een speciale Koningsdag-uitzending. Graag tot dan!